De aanleg van de snelle fietsroutes aan de Sint-Annerstraat levert voor fietsers veel hinder op. Op de kruising Sint-Annerstraat en Archipelstraat moeten fietsen door de afzetting over de stoep fietsen en dat zorgt voor vervelende situaties. De werkzaamheden op de Sint-Annerstraat zijn een onderdeel van de herinrichting van de straat in Nijmegen. Werkzaamheden in dit deel van de Sint-Anna duren naar verwachting 7 weken.